Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdag, schat. Vrijdagochtend en ik val heel over het beeld, maar goed, we moeten rijden. We zijn onderweg naar school. En mama heeft heel mooi mijn haar gedaan. Hier ben je er blij mee, hè? Ze wilde heel graag haar zo. En ik ga daarna naar de fysio kijken of die de laatste pijn in de rug er ook uit krijgt. En het is verder zoen, maar even geen tijd om mijn zonnebril te pakken. Wel heerlijk die zon zo in de ochtend al. Het is nog steeds koud, maar... Gewoon heerlijk de zon. Ja, lekker hè? Ja. Ik hou zo van de zon. Dus, ik ben benieuwd of dat zo gaat lukken. Ik hoop het echt, want zoveel weken zo pijn hebben is niet fijn. Al is het een stuk minder. Dus we gaan even duimen. Ik ben mega blij. Ik voelde net bij de fysio allemaal dingen weer op zijn plek schieten. Dus het doet nog wel pijn, maar ik voel me gewoon zoveel vrijer nu weer. Ik kan gewoon weer normaal bewegen. En dat is echt wel echt top. Nu naar de winkels gereden. Ik moet wat dingen halen. Die moest ik al best wel een tijd halen, maar dat lukte elke keer niet. Dus dat ga ik nu even doen. En dan naar huis. En dan heb ik zo de overblijven weer. Dus het is weer rennen en vliegen. En verder nergens aan toe komen. Maar goed, mijn dag kan voor nu even niet meer stuk. Zo, ik ben weer thuis. Hi, kom je even kijken? Jij komt nooit zo vaak, hè? Kijk, je wil nooit zo op de vlog, hè? Hi, heb je me gewoon gemist? Krijg ik een show? Nou, zo lief. Ik zal even laten zien wat ik allemaal al gehaald heb. Echt van alles. Al van die dingen die ik al de hele tijd nodig heb. En vandaag was ik heel helder. En dacht ik overal. Een nieuw kussen. Die is van het logeerbed. Max kussen ging kapot. Dus toen hadden we een van het logeerbed gepakt. En dat had ik elke keer een nieuwe te halen. Nu dus eindelijk gedaan. Vitaminepilletjes voor Sarah. Die vindt ze heel fijn. Pleisters. Die gaan hier ook altijd wel hard. Deze vond ik heel erg leuk voor Sarah voor de Pasen met strijkkraaltjes. We hebben maskers. Even kijken, misschien neem ik hier ook al een video mee op. Dus dat is wel heel erg leuk. Deze met glitters. Dus ik ben heel benieuwd. Scheermesjes, die vind ik altijd heel fijn deze. Ja, ook eigenlijk voornamelijk voor Sarah, maar die kan ik ook anti-klitspray. Want ik heb een kleine miep. Als de klitjes in haar zitten. Deze ook voor Sarah. Dat ziet ze ook elke keer overal online. Van die hele grote haarspelden. Neusstrips. Maar dan, deze zijn anders. Deze zijn van houtskool. Die heb ik nog nooit geprobeerd. Dus ik ben eens benieuwd wat dat is. Nou, en dit had ik Sarah beloofd. En die zag ik nu. Dit zijn van die gezichtmaskertjes. Maar dan een panda en een poes. Dus ik ben benieuwd. Misschien nemen we daar ook wel een video mee op. En dan nog... voor Sarah voor binnenkort een keer een cadeautje. Die wil ze heel graag. Dus die zag ik. En dan nog heel leuk voor de Pasen. Grappig, vroeger deed ik nooit wat aan Pasen. Maar als je dan een kind hebt, vind ik het vaak wel heel erg leuk om er van alles aan te doen. Toen zag ik deze nog. En we hebben best wel Pasversiering. Maar die vond ik wel heel schattig en leuk. Dus ja, dan was het even snel wat eten. En dan eigenlijk weer de deur uit. Zo, ik ben weer thuis. En ik heb net even de shoplog opgenomen. Dat heb ik... Nee, dat was in vorige vlog, heb ik het gisteren. Heb ik dat 's avonds gezegd dat ik dat zou doen, dus die heb ik net gedaan. En ik heb nog een uurtje en dan moet ik weer de deur uit. Dus nog snel even wat in huis doen en dan naar de zwemles. Volgens mij is het kijkdag vandaag, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Zo, en ik heb mijn kleine meisje weer opgehaald en we gaan lekker naar zwemles. En ik ben echt benieuwd hoe het nu gaat. We zijn een paar weken natuurlijk niet geweest met de ontsteking, dat mocht toen niet. Maar ik hoop dat we op tijd komen, want... Mama, echt, er komen politie! Ja, met sirenes, in ieder geval zwaailichten. Het is echt mega druk op de weg, dus... Maar waarom komen er eigenlijk politie's? Ja, dan is er iets waar ze naartoe moeten, dus ik weet het verder niet. Bijvoorbeeld dat, we mogen eindelijk rijden. Dus, bijvoorbeeld dat iemand zomaar stiekem een boef ver heeft gezet. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld om straks de brandweer. Ja, dat kan. Maar er kunnen heleboel dingen zijn. Echt heel veel dingen. Maar goed, we hopen dat we op tijd zijn zo. En einde van de les kan ik natuurlijk even kijken. Maar ik hoop echt dat het goed gaat met Sarah de Oor. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Anders zou het natuurlijk ook niet gaan. Goedenavond, wij zijn alweer even thuis. Sarah en Marco die liggen al te slapen. We hebben natuurlijk bij mijn schoonmoeder gegeten en dat was wel gezellig.
En ik ga ook zo naar bed. En we gaan Sarah morgen heel gelukkig maken. Want wij gaan morgen hier naartoe. Naar Woezel en Pip, de voorstelling. Wel leuk, we gaan eigenlijk elk jaar wel een keer naar Woezel en Pip. Alleen ze weten dus nog niet dat we morgen gaan. Dus dat is een grote verrassing. Misschien dat ze dat wel heel erg leuk vindt. En daarna gaan we ook nog wat eten en een beetje zitten uithoren wat ze dan het liefste zou willen. Dus dat gaat daarna ook gebeuren. En uit eten betekent dus fastfood, want daar maak je er blij mee. En ik kreeg van mijn schoonmoeder ook nog een kaart van de vitamine in volle kaart. Dus die gaan we morgenochtend ook nog even halen. Dus het wordt nog opschieten ook. Want wij zijn nu chockochtendmensen. Dus het is nu al laat. Dus ik ga lekker mijn bedje in. En dan zie ik jullie morgenochtend. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. En ik ga even met Sarah naar de Lidl. Ik ben al aangekleed. Ik heb kleding van de shoplog. Maar die komt, ik weet niet of die hiervoor of daarna komt aan. Die leuke trui met die grote ballonmouw. Skinny spijkerbroek en de sneakers weer. Ben je ook? Ja. En ik heb Sarah de scrunchie in. Ik weet niet of het te zien is zo. Ja. Want we hebben ons haar hetzelfde. Wil je die ook even laten zien? Je scrunchie. En Sarah heeft echt een hele leuke trui aan, vind ik. Met rokje en panty en laarsjes. Deze zijn heel leuk. Ja. Dus we zijn wel matchy, maar toch niet matchy. Dus wel leuk. En dan gaan we snel naar de auto, want we moeten op tijd terug zijn zo. Ja, anders redden we het allemaal niet vandaag. Dat is heel leuk. Tot zo. Tot zo. Je bent aan de beurt? Ja. Ik word deze. Oh, je hebt alleen nog maar een plateau. Helemaal, ja. Alle vitamines. Alleen plateau is genoeg. Nou, dat was dus een verhaal met pech. Sarah staat er net aan de kassa, zoals jullie kunnen zien. En een vrouw zegt, nou, we hebben er gewoon geen een meer. Dan moet je naar een andere winkel. Dus dat is een beetje heel erg jammer. Dus ik heb Marco gebeld, want die was nu nog weg. En die is zo op tijd, dus dan gaan we net iets eerder weg. En dan kunnen we hem daar dadelijk even halen. Maar ik heb wel een heel verdrietig kindje, want die was zo enthousiast. En die heeft zo gehaast vanochtend dat we hem konden halen nu. En ik wil in ieder geval wel de watermeloen. Ja, die hoop ik mee. Ik weet niet of ze ze allemaal nog hebben. Dus maar dat... anders wil ik die spijsje kopen en als die hier niet is, is het de bloemkool. Oh, je had eerst gezegd de bloemkool en anders de prei. Maar dat doet er niet toe. We gaan zo dus poging 2 doen en dan maar hopen, want dat is de enige winkel hier in de buurt nog die ze... heeft, nou, wat je allemaal niet voor je kind doet, hè? Nou, op tijd de deur uit, maar geen vitamine, dus ik ga het even anders regelen. En we zijn ondertussen in Rotterdam. En Sarah heeft geen idee wat we gaan doen. En je vindt het heel spannend, hè? Heb je er wel zin in om iets leuks te gaan doen? Ja? Dus. Is een beetje de kant waar ik met Simo naartoe ging toen we naar ergens naartoe gingen. Nee, hier zijn we niet bij Zenuw geweest waar we nu rijden. Maar je hebt meer van dit soort stokjes in Rotterdam. Dus het lijkt er denk ik gewoon op. We zijn aangekomen in Rotterdam en het waait echt zo verschrikkelijk hard. We waaien bijna weg, hè? Ja, net Erika. Echt bijna zo. En Sarah weet het nog steeds niet. Maar misschien wil jij het geven wat er in de tas zit aan haar. Dat is wel leuk. Kijk. Wat zit daarin? Piep. Weet je dan al wat we gaan doen? We moeten maar piep. Ja, waar gaan we dan naartoe? Ja, vind je het leuk? Ja! En hoe zo heb je het bij mij? Dus ik heb van. Nou, dit is toch geweldig? Hier doen we het allemaal voor. Nu zijn we papa. Ga maar klaarzetten. Hoe wil je zitten? Hou hier bij.
filmen. Vind je het leuk? Ja. Mama, moet maar mee. Papa ziet te lachen alsof hij het foto gaat. Ja, dat en dat doen we hierna, hè? Ja, en zeg. Voor je. Ja. Ja! Vandaag is het dan maar een verrassingdag. Leuk hè? Ja. En ik heb hier al heel veel van. Nu de vierde. Yay! Hoor deze regen. Het is bizar. We zitten weer in de auto en we gaan naar de volgende verrassing. En Sarah is zo nieuwsgierig. Het is zo grappig. Heb je al een idee? Nee. Nee, leuk hè? De man. Dat is wel grappig nu. En ik heb lekker, Aida. Kent u die lekker? Lekker hè? We hebben lekker heel veel eten. En je hebt nog wat verstopt daar. Je hebt eten verstopt. Je hebt hem daar verstopt. Ben je blij? Is het een leuke dag voor jou geworden? Ja, een verrassing. Zij heeft net de video opgenomen. Hier is nu de rest van de slush aan het opdrinken. Je vond het leuk hè, om te doen? Ik wil hier wat tuin geven, mama. Goedenavond. Het is alweer zondagavond. Ik heb echt best wel een tijd nu achter de computer gezeten. Nog steeds die foto's. En ik vind het echt zo zat om het uit te zoeken. Ook al is het best wel leuk om heel veel dingen terug te zien. Nog 17.000. En als je beseft dat ik er toen 42.000 nog moest. En dat er elke dag weer bestanden bij komen. Vind ik dat ik toch wel aardig wat gedaan heb, maar ik wil het afkrijgen. Dus even een paar dagen bikkelen en dan is het misschien helemaal klaar. En dan staat alles goed gebackupt. En dat zou super fijn zijn, maar voor nu ga ik de computer uitzetten. En ik ga lekker slapen, morgen weer school. Dus ik zie jullie de volgende vlog weer. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Doei! En ik loop dus nu met Kelly samen naar school. En Sarah weet het dus niet. En we gaan een klein beetje omlopen. Zodat ze Kelly nog niet ziet. Superleuk. Ik ben zo benieuwd naar de reactie.